Mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Ja, voorzitter, ik denk dat we het allemaal met elkaar eens zijn dat de situatie heel zorgelijk is. Dat hoor ik de minister ook aangeven. U zegt ook, we moeten het doen met de beperkte capaciteit op de arbeidsmarkt. Nu is er een hele succesvolle pilot logeerzorg geweest met de logeerhuizen die bedoeld waren natuurlijk voor mantelzorgondersteuning, maar ook vaak gebruikt werden voor de transferzorg. In hoeverre worden die voldoende gebruikt? Ik sprak gisteren iemand, een woordvoerder van het ziekenhuis in Limburg, die zegt dat die zorgcoördinatie op dit probleem in Limburg goed is, maar dat zij er niet zeker van zijn dat die logeerhuizen voldoende gebruikt worden. Dus dat is één vraag. Twee vragen is, in hoeverre worden die logeerhuizen verder uitgerold? Omdat ze daar ook werken met andersoortige medewerkers en soms ook vrijwilligers. In hoeverre worden ook verder in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg dan gekeken naar herschikking van taken? Want heel veel verpleegtechnische taken moeten natuurlijk door verpleegkundigen en verzorgers gedaan worden, maar wassen, een bed opmaken, noem maar op, dat kunnen ook andere mensen doen. En dat mag op dit moment niet.